Dit legendarische filmpje is in samenwerking met ANWB. Daar gaat hij. Yep, het is echt waar. Ik heb een 6-jarig kind mijn auto laten pimpen. En om te begrijpen hoe dat ging, moeten we even terug naar het begin. Hallo. Hallo. Wat leuk dat je er bent. Wat is het verschil tussen een juffrouw en een wesp? De wesp doet alleen in de zomer vervelend en de juffrouw het hele jaar. Hey. Ik hoor je denken, wie is dit kind? Nou, dit is Zoe. Jazeker, het is tijd voor een nieuwe legend. Zoe is geobsedeerd met poep. Maar naast dat houdt ze ook nog heel erg van rock and roll. Zoe is 6 jaar en net als alle andere kiddo's een absolute legend. Vandaag mag ze mijn auto pimpen. Maar voordat ze dat mag doen, ga ik eerst even testen of ze de uitverkorene is. De fietspimpen, verkeersborden raden, racen en echt racen. Alles komt voorbij. Er wordt lachen. En heb jij nog lievelingsliedje? Maakt niet uit welke dit als mijn rock and roll is. Walking through the party in the county jail. Heb jij al een rijbewijs? Nee. Waarom heb je nog geen rijbewijs? Omdat ik nog maar een kind ben. Dus jij bent nog een kind. Helemaal niet? Wel. Helemaal niet. Hey, vertel jij nog eens een leuke mop. Bram en nog een keer, die zaten in een bootje. Bram viel eruit, wie bleef er toen nog over? Nog een keer. Bram viel eruit, wie bleef... Zelfs Google Gaga. Google Gaga. Babykamer van de gamma. Je bent toch een babytje. Jij bent zelf een baby. Je bent 80 centimeter of zo. Jij bent 0 centimeter. Jij bent poep. Ik ben poep. Jij bent... Plas. Zoe, we gaan vandaag pimpen. Wat is dat? Pimpen is eigenlijk iets wat al is, wat mooier maken. En vandaag mag jij deze auto waar wij in zitten pimpen. Oké, dan ga ik je helemaal omgooien met verf. Nou, dat mag. Maar we gaan vandaag eerst even kijken of jij dit wel aan kan. Dus we beginnen met een fiets. Ja. Ah. Au, au. Kijk, we zijn er. Hier gaan we een fiets uitzoeken. Kan jij eigenlijk wel fietsen? Ja. Met of zonder zijwieltjes? Zonder. Hoe gaat het? Goed. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat je het helemaal niet slecht doet. Deze oranje, die gaat dan... Vlag je achterop? Je kan ook nog zo'n zadelhoesje erop doen. Maar dat gaat nu al! Wat doe jij? Ja, hij moest andersom. Oh. Kom, we gaan je handen wassen. Hey, ik heb een leuk idee. Wat dan? Er is hier een ijssalon in de buurt. Hou je van ijs? Mango? Nou, misschien mag jij dan wel mango eisen. Daar moet je wel wat voor doen. Ik heb een heel leuk appje. Ja, en die app waar ik het over heb is Streetwise, de verkeersgame. Een app van ANWB. We gaan even testen of jij de verkeersborden een beetje kent. Kan dat wel? Denk je dat je dat kan? Ja! Deze missie speel je samen met je ouder of verzorger. Ga samen op pad in de buurt. Ieder van jullie mag onderweg 3 verkeersborden aanwijzen. De ander moet uitleggen wat de borden betekenen. Jij mag als eerste een verkeersbord aanwijzen. Deze? Er staat fietsstraat. Ja, ik denk een straat waar je mag fietsen en waar je als auto niet te dicht op de fiets moet of zo. Maar nu ga ik jou eentje geven. Wat betekent dit? Dat je bij mensen die in de rolstoel zitten, die mogen hier alleen parkeren. Ah, dit is een invalide parkeerplaats. Je hebt het goed. Niemand heeft nog een bord aanwijzen. Die. Ja, die is niet zo moeilijk. Echt dan? Dit betekent, de parkeergarage is die kant op. Ik zie een parkeersbord, maar hij is wel moeilijk. Welke? De onderste. Ik was vlak van je. Als je zo rechtdoor rijdt, daar zit een bord. En dan moet je de andere kant op. Eigenlijk betekent het doodlopende weg. Dan heb je een halve punt. Jij nog maar 1, de onderste. Ja, ik weet wel wat dat betekent. Wat dan? Weet jij het ook? Ik weet wat het is. Een plek waar je mag laden en lossen. Ja, dat klopt. 2 punten voor jou. Als jij de volgende goed hebt, dan heb je gewonnen. Voel je al de spanning? Het laatste bord. Het is deze. Dat je over het zebrapad mag lopen en dan moeten de auto's stoppen. Weet je het zeker? Ja. Je hebt het goed. Jee. Nu krijg jij het uit. Hey, smakelijk hè? Zoe en ik hadden allebei verkeersborden goed. Zoe heeft het iets beter gedaan dan ik. Hey, je hebt een spijker in je schoen. Een punaise is dat. Die hoort daar niet in. Ik heb het gelukkig gezien. We zijn onderweg terug naar de fiets. Want de fiets is droog. Dan gaan we de final touches nog even opzetten. Jawel. Oh, ik zie hem al. Doei. De fiets is niet voor ons, maar die gaan we weggeven aan het kinderfietsenplan. Weet jij wat het kinderfietsenplan is? Ja, aan kinderen. Ik heet die weg. Gelukkig hebben we mijn voice-over die kan uitleggen wat het kinderfietsplan inhoudt. Niet voor ieder kind is een eigen fiets door de financiële situatie thuis vanzelfsprekend. Deze hier. En daarom is de ANWB het kinderfietsenplan gestart. Hiermee zorgen ze ervoor dat gebruikte fietsen worden opgeknapt en een tweede leven krijgen bij een kind die dat goed kan gebruiken.
Kijk op anwb.nl/kinderfietsenplan voor meer info om je fiets aan te melden. Is hij klaar? Ja. Weet je het zeker? Ja. Wat gaat er door je heen? Poep. Nee, laat ook maar zitten. Ik denk dat jij misschien wel een stapje dichterbij bent om mijn auto te pimpen. Maar ik weet het nog niet zeker. Daarom heb ik nog iets bedacht. Hey, vertel mij nog eens een mop. Amsterdam, die grote stad, met hoeveel letters schrijf je dat? 3. Zoe, level 1 heb jij gehaald. Tijd voor level 2. Als jij mijn auto gaat pimpen, dan ben ik wel benieuwd of jij überhaupt een beetje kan autorijden. Ik zat bij papa op schoot. Ja hoor, 150 uur taakstraf. En toen mocht ik sturen. Dus jij denkt dat je wel een beetje kan autorijden? Nou, dan gaan we eens even achterkomen, dametje. Poing, poing. Poppy en Peppy. Weet je waar ik dat zeg? Nou? Zo heet jij, poing, poing. Zo heet ik helemaal niet. Weet jij dat? Weet je helemaal niet hoe ik heet? Nee. Je weet helemaal niet hoe ik heet? Nee. We zijn al de hele dag aan het chillen. Poing, poing, zo heet ik. Jij heet meneertje Klaas. Yo, ik ben wel meneertje Klaas. Kijk, daar zijn we. Ja. Dit is het. Gaan we dit fixen? Ja, gek. Ja, gek. Ga je dit fixen? Ja. Ga je dit fixen, gek? Alright. High five! Later, loser. Als jou lukt om binnen 1,5 minuut in het rondje te rijden, dan ben je geslaagd. En dan mag je misschien wel mijn auto op in. Oké. In 3, 2, 1, start! Max Verstappen. Tempo ligt zeer hoog. Ze is gespannen. Zigzag in je tussendoor. Ze doet het! Ze doet het! Gefeliciteerd! Je bent geslaagd. Sowieso heb ik time of her life. Enige week dat ik aan zit te denken is dat mijn auto over een paar uur niet meer terug te herkennen is. Toen ik het idee bedacht, dacht ik... Ja, dat is een top idee, weet je wel. Voor je het weet sta je hier en dan denk je, kut, het gaat ook echt gebeuren. No, God, please, no! Je gaat wel in een serieuze auto zitten. Ik snap het niet. Maar jij bent ook een beetje dom. Ik ben slim! Oké, hoeveel is dan het dubbele van 3? Oké. Je moet jezelf nog even bewijzen dat jij echt ready bent voor de grote mensen autowereld. Wat bedoel je? We gaan vandaag racen. Oké. Durf jij dat wel? Ja. Kom maar even hier. 2 bolides. We hebben de groene en we hebben de zwarte. De groene. Oké, dan ga ik wel in die zwarte. Dit zijn professionele coureurs. Dit zijn ook gekeurde auto's, dus alles is veilig, alles is top. Maar het gaat wel snel. Vind je dat niet eng? Nee. Nou, daar gaan we ervoor. Je ziet er totaal niet gespannen uit, joh. Mooi. 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 Als je als eerste over de finish bent, dan wordt mijn auto zo lelijk. Ik ben kak, yay! Hier gaat mijn hart wel sneller van kloppen, hoor. Hey, yo, lipo. Wat? Zag je wel wie er als eerst over de finish ging? Nee, ik ben nog te klein. Oh, je kon het niet zien. Nee. Oh. Jouw groene bolide was als eerste over de finish. Komt er lekker poepenkak op te staan. Ja, ja. Komt er poepenkak bij de auto? Ja. Hoe kan het toch dat kinderen poepen en scheten altijd zo grappig vinden? Omdat het grappige woorden zijn en je plast in je onder. Ik geef jou dit. Een heel leuk spelletje. Doe maar lekker die. Jij kan dit. Laat jij ze maar eens zien hoe je moet overrekenen. Terwijl wij doorrijden naar de volgende locatie, ga ik jullie even vertellen dat deze video, zoals ik al eerder heb gezegd, mede mogelijk gemaakt wordt door de ANWB. ANWB heeft namelijk een nieuwe app de wereld in geslingerd. Namelijk... Wat? Ik probeer in mijn promopraatje te houden. Je mag hier pas praten. ANWB heeft namelijk een nieuwe app de wereld in geslingerd. Die heet Streetwise. De verkeersgate. Ik heb er weer een goed, hè? Lekker G! Downloadbaar via de Play Store of de App Store. Door middel van Streetwise kunnen kids op een leuke, gamende manier hun kennis in het verkeer bijspijkeren. Of niet dan, Zoe? Ja. Dat is natuurlijk belangrijk. Yay, sweet! Lekker, Zoe! Dus, lang verhaal kort. Wil jij je verkeerskennis op een leuke manier bijspijkeren? Download dan gratis Streetwise de verkeersgame. In de Apple Store of in de Play Store. Lachen. Het is het moment van de waarheid. Wat? Jij mag mijn auto verven. Alleen als je daar zin in hebt. Oh ja? Nou, let's go dan. Tom. Welke is vooral? Welke denk je? De fietser of de auto's? De fietsers. Yay. Kijk, daar staat hij. Hallo, ik rij. De achter. En ik zit helemaal achter. Ik zit hier vandaag. Ja, we konden natuurlijk niet een kind met spuitbussen en verf mijn hele auto laten vernachelen. We gaan mijn auto rappen op basis van dit ontwerp. Mag ik nu al? Ja. Van mij mag je beginnen. Oké. Okay. Oh.
Dan schrijf ik het wel met deze spuitbus. Nee joh, dit komt wel... Kak. Wow, die lijkt op geel. Dikke vlammen, bro. Mooi. Schoolpadje ziek. Hey, niet de daar. De p. Oh, sorry. Dames en heren, Zoe is helemaal losgegaan op mijn auto. Het eindresultaat. Het is de grote dag. Dat weet ik. Wat gaat er vandaag gebeuren? Kijk eens wat daar staat. Auto. Maar het is niet zomaar een auto. Dan, wat is er met die auto gebeurd? Geen idee. Je weet het wel. Wat bedoel je? Ja, met je verf en je kwasten. Geen idee. Ben je nou zo dom? Ik snap het niet. Jawel, je snapt het wel. Jongen, je doet zo stoer. Jij doet stoer. Stoer. Jij mag het doek van de auto halen. Nee, en dan gaan we zien hoe jouw prachtige creatie eruit ziet. Oh my god! Wat staat er allemaal op, gek? Poep. Kak. Nee. Vind je het mooi? Ja, en je moet erin rijden met poep en kak. Dit is mijn auto. Die heb jij vernacheld. Jij! Jij hebt het gedaan. Jij! Wat vinden jullie van deze auto? Vinden jullie hem mooi? Ja, ik vind hem prachtig. Ja? Ja. Hij is echt mooi geworden. Ja. Wat vinden jullie van de auto? De auto vind ik wel mooi. En waarom staat er poep op? Gewoon, vind ik leuk. Oh. Ja. Piccobello? Hé, Huh? Ik heb nog een auto. Zou je die ook even willen pimpen? Ja. Nee, dat mag niet. Nu is klaar.